Dus wat vind je van de Pokémon Go-jagers? Dat zijn ambetante mensen. We zijn hier in Lillo en we gaan even kijken of er echt zoveel Pokémon zitten als wat er beweerd wordt. En als ik zo naar de mensenmassa hier kijk, dan kan dat ook bijna niet anders zo zijn. We gaan ook even gaan horen bij de buurtbewoners, want die hebben toch een beetje een beklacht al gedaan in de media. We doen dat trouwens niet alleen, we doen dat met een echte Pokémon Go-held. Hier is Hut is de Max. Yo. Hey. Ja, jij bent een held, hè? Dat wordt toch beweerd? Ja, zeker. Waarom? Ik was eigenlijk Pokémon Go aan het spelen en ineens zag ik iemand verdrinken. En ik heb je dan gered, maar eigenlijk was ik daar dankzij Pokémon Go. En dankzij dat word ik een beetje als een Pokémon Go-held beschouwd. We zijn blij dat je erbij bent. Ik ook, heel blij. Dank je. We gaan eens onze tour doen. Je hebt zelf een stoeltje meegebracht. Ja, als je een uur naar hier moet rijden met een auto en je loopt dan zuid op uit, dan moet dat wel. Ah ja, je zit in het gips. Ja. Je hebt je gemak meegebracht. Ja, dat is nodig. En welke Pokémon heb je net gevangen? Nu net een Magikarp. Ah, geweldig. En dat is zo eentje die je kunt evolueren naar? Een Gyarados. Dat is een hele stomme vis die eigenlijk niks kan, maar de Gyarados is super sterk. Daarom, ja. Maar je moet er wel 400 van vangen voordat je hem kunt evolueren vandaag. Amai, zeg, je bent echt al een pro eigenlijk. Ja. En hoeveelste keer is het nu dat je hier bent om Pokémons te vangen? In Lillo nog maar de tweede keer, omdat we een uur moeten rijden voordat we hier zijn. Ja, maar je hebt toch een uur gereden om naar hier te komen? Ja, dat wel. Dat is echt de moeite om naar hier te komen dan. Ja, want bij ons in Loker is het eigenlijk niks te doen. Nee. But you knew that the city was famous because of Pokémon Go? Yeah, I know. Hier achter ons vind je dus een zeer fameuze Pokéstop. Hier in Lillo, hier rijden mensen dus een half uur of soms langer voor hier Pokémon te kunnen gaan vangen. Zou het ook doen. Ja, zeker was de moeite. Ja, een geweldige. Impressionant. Ik heb er al van Antwerpen niet. Ik heb de indruk dat de Pokémon zelf niet kunnen lezen. Ja, maar je merkt geen interesse meer. Nee, er is geen grote interesse. Ze lopen zo. Tegen de muur, tegen een ander. Maar geen boeken. Helaas, nee. Dus wat vind je van de Pokémon Go-jagers? Dat zijn ambetante mensen. Ambetante. Ik ben gaan slapen om 4 uur van de nacht. Voor de vierde keer. Ik ben zo op mijn benen, hè. Uiteindelijk, omdat ik oververmoeid ben. En ik niet alleen, anderen ook. Bent u een inwoner van Lillo? Wij komen hier altijd vissen. U komt hier altijd vissen? Ja, wij komen hier al 40 jaar vissen. 40 jaar? Ieder weekend. En merkt u een verschil met al dat volk? Heel veel. Ja? Ik vind het een hele grote overlast. Een overlast, echt? Ja, echt een overlast. Dus u kan eigenlijk helemaal niet meer tot rust komen met Nee, ik vind mensen. Ik vind niet. Ik vind dat ze... Het stoort. Ja, het stoort wel een beetje, ja. Omdat wij gewoon zien dat het hier heel rustig is en naar mij, ja. Het is ook een charmant dorpje natuurlijk. Ja, dat wel. En de mensen ook die hier wonen, die hebben ook geen rust. Nee. Dat ze staan zo in groepen en dan kunnen ze niet door. En als je met een auto komt, dan willen ze zelfs nog niet uit weggaan, dat je met een auto moet voorbijrijden. En dan het vooral dat ze achterlaten, hè. Dat is verschrikkelijk. Want alle dagen komen ze nu hier kussen, hè. En nu vandaag is het heel kruiper, maar dan moeten we dat morgen komen zien. De meeste mensen zijn heel respectvol. Spijtig genoeg zijn er altijd mensen die daar niet op letten, die dan tot 3 uur 's nachts blijven veel lawaai maken. Dus ik begrijp waarom dat ze erover klagen. Maar volgens mij, een avondklok zou nog altijd het beste idee zijn. Maar als de politie weigert of de stad Antwerpen weigert om dat te doen, dan ligt dat meer bij de stad die de nodige gevolgen niet wilt nemen om er toch voor te zorgen dat iedereen gelukkig is. Zoals je ziet zijn hier heel erg veel Pokémon-jagers, maar we gaan een keer kijken welke Pokémons hier nu precies zijn. Omanyte, Magnemite, Seeking, Parasect, Hypno, Golduck, Pinsir, Gloom, Staryu, Rhyhorn, Butterfree, Venonat, Jigglypuff. Ik heb ondertussen al een Vaporeon, een Pidgeot en nog consorten, dus... Dus er zitten hier genoeg? Er zitten hier genoeg Pokémon's, ja, inderdaad. Een Ebra, een Bellsprout, een Mr. Mime, een Bulbasaur, Pikachu ook, een Diglett, Eevee, Ponyta, Oddish, Weeping Bell, Magneton, Rhyhorn, Execute, Omanyte. Mijn hoogste is een Vaporeon en mijn tweede hoogste is een Pidgeot level 712. Is het de moeite om naar hier te komen? Zeker. Dus je raadt het ook iedereen aan? Ja, zeker.
toch nog een rustig plekje gevonden in het o zo pokken drukke Lilo. Ja, dat is door die Pokémon-gekte. We moeten ermee leren leven. Nog even twee dingen waarmee je wel zeker rekening moet mee houden als je hier Pokémons komt vangen. Die ga je even zeggen. Ja. Punt 1 is allereerst, neem zeker als je afval gewoon terug mee naar huis. Want het is natuurlijk niet echt de bedoeling om hier afval te gaan smijten en doen. Dit is hier momenteel proper, hou het ook zo. En punt 2? Hang niet te lang rond op straat. De buurtbewoners hebben echt last om slaap te vatten. Dus ga gewoon op een leuk uur naar huis en dan is iedereen tevreden. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. Like dit filmpje. En vergeet ook niet, het is de Merks. Ja. Het is de Merks, inderdaad. Ja. Abonneer. Ja. Voilà, dat is wel eens gezegd. Ja, ik denk het wel. Bye! Doei!